Ja, denk aan je city. Dus galopte tussen gemiddeld zo 2,70-3. En dan voor de draf 1,20. Wat verdurrie van de motor. Kijk eens, daar gaat hij hoor. Ja, want het allerergste dat kan gebeuren is dat je dus in die tak komt. Heb ik ook vaak gedaan hier. Of die boom daar is ook echt een toppetje. En dan maak ik hier een okser van. En die gaat hier gewoon springen. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op het kanaal van Equitality. Vandaag gaan we weer op pad. Iris is op dit moment de trailer aan het ophalen, want we gaan weer naar Westlingmulder. We moeten een beetje opschieten, want we moeten met 20 minuutjes weg, dacht ik. Ik ga City even poetsen, Iris gaat de trailer aankoppelen, de spullen zijn klaargelegd. In deze video wouden we eigenlijk Wesley ook wat vragen stellen, want jullie hebben jullie hebben in de vorige springvideo vragen kunnen stellen aan Wesley. En vandaag gaan we weer wat aan hem stellen. Dus we nemen jullie mee. Nou, we zijn dus weer onderweg met City, want ik denk dat Sanne de intro al heeft gedaan. Het is vandaag mijn tweede springles. De vorige was ongeveer 2 weken geleden. En ik kijk niet in de camera, want ik ben aan het autorijden natuurlijk. Maar ik heb toen een beetje huiswerk gekregen, want ik liep toen op ander terrein, eigenlijk tegen andere problemen aan dan thuis. Waren ook wel een paar dingetjes hetzelfde natuurlijk, maar met name dat ze haar kaak er een beetje tegen inzet, dat heb ik thuis heel af en toe. En nu had ik daar echt een probleem mee met remmen en sturen. Het leek net alsof ik dat nooit had geleerd of zo. Dus daar ben ik heel hard mee aan het oefenen geweest. We hebben allemaal balkjes in de bak gelegd en allemaal van die slalom oefeningen en zo gedaan. En eigenlijk ging dat hartstikke goed. Dus ik hoop dat we dat nu in de bak vandaag bij hem ook weer merken. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik heb ook met de galop heel erg geoefend. En dat is natuurlijk iets wat City heel erg moeilijk vindt sinds haar ongeluk. Omdat ze gewoon een beetje slap is geworden in de achterhand. Dus dat zijn we heel erg aan het trainen. Is natuurlijk niet binnen 2 weken opgelost. Maar ik hoop wel dat er al een beetje verbetering zichtbaar is natuurlijk. Dus, nou ja, dat. En ik heb dus mondkapbukkels. Wie heeft dat nog meer? En de zadel zit er al op. Dus Iris moet zich alleen nog even klaarmaken. En, ja, en jij doet het hoofdstel af? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Dan zet ik de camera even neer. En jouw lus hier aan. Oh. Nou ja, ik ben dus Wesley Mulder. En zoals jullie gezien hebben in de vorige vlog, begeleid ik Iris met springen. Ik heb hier in Saasveld een springstal met jonge springpaarden, oude springpaarden. We fokken ook een paar paarden zelf en we rijden wat voor eigenaren. En ik geef veel les, dus dat doe ik eigenlijk in het dagelijks leven. En normaal zing ik, maar ik ben nu vrijwel daarin door de corona werkloos. Dus geef ik steeds meer les. Zo ja, en dan niet vanuit je been, juist. En weer, daar ook weer, kom. Juist, en been weer lang. Maar gewoon even in het begin even iets consequent blijven. Denk vooruit. Ga je zo van de hand veranderen? Ben ik even benieuwd of er dan links en rechts nog veel verschil in zit. Denk aan je zit. Nu ben je ook aan het meedrukken in je zit. Zo. Probeer dat met been te doen. Met je been doet niks. Kom maar. Kom maar. Juist. En denk recht, hè. Zo, ja. Laat me niet leunen. Ga je linksaf. En eerst, ja, lichtrijden en vooruitdenken. Ietsje van de kant. Nog meer draven. Kom. Niet aan de mond. Niet aan de mond. Draai eerst maar naar voren. Zo, ja. En dan pak je daar hand bij. Hij begint ook wel vrij pittig stijf. Dat hij wel pittig stijf begint, zeg maar. Ja. Zo ja, denk vooruit. Want nu ook ben je wel aan het vragen, maar je stopt een beetje met rijden. Zo ja. Daar, ja, daar moet hij minimaal draven. En dan gewoon verder rijden, verder rijden, verder rijden. Niks erbij doen. Verder rijden, met been, actief. Juist, en daar vooruit denken. En dan ga je zo eens een beetje rechtuit rijden. En dan probeer die bochten een beetje voor te zijn, want in de bocht drukt hij zich vaak eruit. En nu ook met het buitenbeen een beetje naar voren.
Binnenkant insturen, buitenkant erachteraan rijden. Binnenhand ontspannen, je linkerhand iets ontspannen. Ja, braaf. En dan weer verder. Is mijn glans alweer iets mooier dan vorige keer? Ja. Goed zo, ga even de hand veranderen. Gaan we de rechterkant een keer bekijken. Goed zo. Ik wou net zeggen, kijk, je kan zeggen wat je natuurlijk zal ook hier en daar wel weer een nieuw probleem ontstaan. Maar vorige keer met van hand veranderen was je echt totaal alles al kwijt. Goed zo, denk vooruit, juist. En daar pas weer de hand bij. En dan probeer je niet even, wanneer hij terugdenkt, om dan het mooie plaatje voorin te bewaren. Maar je denkt eerst vooruit en dan zet je de hand er weer bij. Dat hij dat kan loslaten. Soms een klein beetje zoiets met de staart omhoog loopt, doe ik nou ook. En dan een beetje, dus het kan maar zo zijn dat hij daar wel ietsje opstartproblemen heeft, maar dat geeft niet. Goed zo. Ja, dat werkt natuurlijk iets geeft. Ja, kun je ook iets zien aan de staartdracht. En de galop, hoe gaat de galop? Gaat het al iets makkelijker? Oké, dan hoop ik dat we een goede dag zitten vandaag. Zo ja, maak jij even zo'n paar overgangen stap draf. Dat we hem een klein beetje scherper krijgen aan het been ook. Probeer hem niet te veel recht te drukken met die teugel. Zo ja, stappen. Actief blijven denken. En weer aandraven. Ja, been, been, been. Ja, goed. Ga je van hand veranderen hier tussendoor. Doe het zo nog een keer. En probeer, als hij jou dus steeds een beetje naar binnen drukt, om dan niet op die binnenteugel steeds krom te trekken. Ja, juist. Probeer dat met je rechterbeen te doen. Hier ook ietsje van de kant af rijden, juist. En dan kun je wel straks lange zijde een stukje ietsje de neus wat naar buiten rijden, een klein beetje. Dat je een klein beetje de rechter schouder ervoor zet. Laat je hem recht worden en dan draai je hier de bocht in naar links. Ietsje rechte stelling, heb je de schouder mooi voor, juist recht en zo meteen linksaf. Prima, prima, prima. Ben je nou? Ja, geeft niet. Goed zo. Ja, veel. Maar je hebt nu al zeg maar dat je zeg maar, nou wat zal het zijn, een rondje of zes gewoon ontspannen zo kan rijden en kon afwennen. Vorige keer elke bocht dat je van de hoefslag af ging, was helemaal zo. Goed zo. En er zit ook gewoon nog verschil, ook in draven achterin, hè? Zit gewoon, ja. Goed zo, doe deze kant ook een paar keer overgangstap eraf. En dan gewoon eens licht houden. Zo, ja, prima. Prima. En zo, en niet, en niet ophangen aan de teugel. Probeer zelf te zitten, juist. En dan daar losjes in werken. Ja, maar je hebt een heel andere galop. Als toen. Je kon jij amper de bocht omgalopperen. Prima. Goed zo. Zo ja, dit is mooi. Nou, dat geeft niet. Rustig, ga je weer rustig verder. Zo ja, als dat nog een keer gebeurt, probeer je lang te maken. Dan probeer je die hals weer rustig voor je uit te rijden. En doe het gewoon een keer opnieuw. Maar probeer je dan niet in de zit aan te spannen om hem er onbedingt in te houden. Goed zo, ietsje luchtig been eraan houden. Maar goed, dat is op zich ook wel leuk. Kijk, vorige keer kon je nog niet eens, of niet eens galopperen. Maar het is wel leuk om nou ook even te zien wat dit nu gebracht. Goed zo, rij maar verder. Makkelijk, goed. 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 Kunnen volt in. Rustig blijven. Juist, ga je gewoon die draf weer verder rijden. En galoppeer je daar zo weer opnieuw op aan. Anders krijg je toch alleen maar een slechte overgang. En nu heb je wel een heel mooi stukje voorwaarts draf. Ik niet te veel vanuit je zit druk. Ik voel het ook gelukkig. Ja, denk aan je city. Goed zo. Kun je hier een volt proberen in galop? Hier tussendoor. Ja, tussen die dingen. Dan ben je gelijk opgesloten. Twee handen naar links. Verder rijden. Nee, dat gaat niet lukken. Dat dacht ik al. Probeer eens ietsje luchtiger rechts te blijven. Maak hem eerst maar eens een keer hier. Goed zo, linkerhand van de hals, rijd door met been. Rijd door, rijd door. Dan maar in draf en dan galoppeer je in de volte weer aan. Geeft niet. Ja, galoppeer maar weer aan. Licht blijven, juist. En dan makkelijk met je linkerhand opzij, maar blijf been geven. Rechts loslaten iets. En nou rechter teugel tegen de hals, juist. Juist. Je wil je dan ietsje ophangen aan die rechterkant. Voor je eigen balans. Goed zo. Goed zo. En dan ga je zo op de lange zijde terug naar draf. Maar ontspannen, niet ophangen. Gewoon op de eigen benen laten. Braaf en rustig weer aan de hals denken met de onderbeen erbij. Ja, perfect. Andere kant. En gebruik maar die draf. Maar nu is hij mooi actief. Kijk, nou draaft hij er ook super fijn over. Draaf maar door. Draaf maar door. Pas verdurrie, wat een motor. Kijk eens, daar gaat hij hoor. Het oortje staat naar voren. Het staartje kwispelt. Ja, rechts iets ontspannen en rechts wel beglenzen tegen de hals, maar niet naar je toe trekken. Zo ja, en de rechterhand van de hals. Goed zo, licht blijf je zitten. Ja. Goed zo. Kom, kom, kom. Braaf. Probeer deze kant niet te veel aan de hals te denken. Wel meenemen. Hou been, hou been. Maar meer dat ze op de eigen benen galoppeert. Dan heb je gewoon super veel moeite mee op deze kant. Zo ja, precies. En probeer de baan zo groot mogelijk te maken dat je ietsje invloed krijgt. Ja, been houden. Juist, jij focust gewoon op zelf zitten en rechtuit.
zoveel mogelijk de hoek in zonder dat het af gaat remmen. Dus het moet niet zo zijn dat jij... Ja, dat is al prima. Goed zo. En daar ook weer. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Rijd door. Been. Niet met de zit. Been. Braaf. Zo, ja. Dan ga je ze op de lange zijde terug naar draaf. Perfect. Geef niet. Doorrijden. Twee handen naar rechts. Juist. Recht laten worden. Twee handen naar links. Braaf. Goed zo. Ja, goed zo. Rechts iets ontspannen. Rechterbeen. Juist. En ontspannen. Prima. Oh, kijk eens. Ja, even stappen. Oké, ik denk dat we vandaag toekomen aan een soort van springen. Ja, ik ook. Oh, het is wel echt gekke bloemen en planten, hè, dat paard. Die ga ik even hier tussen zetten. En dan kom je zo meteen van rechtsom uit draf, lange lijn. Er ligt een grondballetje bij. Gaan we eerst kijken hoe dat gaat. Jazeker kan dat. Dus je gaat hier van rechtsom, ga je rond. En dan kom je van die kant hier over de... Gewoon je ontspant. Goed zo, niks op uit doen. Recht, hand weghouden. Niks doen. Komt-ie. Prima. Goed zo. Ga je van hand veranderen, doe je nog een keer. Toch is nu bijvoorbeeld de manier van springen op de eerste cavaletje al heel anders. Vorige keer gooide hij zich heel erg naar één... Ja, ging hij met één been. En nu zet hij al wat meer met twee benen af. Ja. En ik denk dat je zo ook rechtsom gaat voelen dat hij meer gaat lopen. Gewoon zo voor je houden. Je hoeft hem niet los te gooien, dat ja. Gewoon niet aan de rem. Ontspannen. Braaf. Goed zo. Oké. Recht maken en ontspannen. Braaf. Goed zo. Laat maar galopperen. Juist. En lijn weer rustig terugkomen naar draf. Ontspannen blijven. Kijk naar die cavaletti en draaien. En dan rechterbeen. Komt hij al. Hij trekt zichzelf aan en ontspannen. Zo ja. Ontspannen blijven. Maak maar gebruik van die draf. Zo ja. Ga je een klein beetje op je linkerbeen steunen, dat hij weet je linksaf wil. Rechterbeen. Ja, perfect. En ontspannen. Oké, ontspannen. En dat zien we dan wel als je er naartoe stapt. Kun je eigenlijk vaker wel zien of ze naar kijken, ja of nee. Hij heeft natuurlijk vrij lang in zijn leven geen hekje gezien. Braaf. Dus probeer een klein stapje naar voren te doen of hij nog naar het hekje toe wil stappen. Dat dacht ik al iets. Dat is ook een spannend hekje. Kom je nog een keertje weer? Oké. Gaan we zo eerst naar die groene. Juist, zachtjes blijven. Braaf. Goed zo. Probeer contact te houden. Dan draaf je door naar die roze. En dan ga je voor de roze. Neem hem rustig terug naar stap. Draaf maar door. En stappen. Oh. Probeer je teugels iets korter te houden. Kom maar weer een keer naar de roze. En dan hou je teugels kort. En je hand mooi voor je. Nee, dus hij gaat denk ik gewoon springen. Dus kom maar. Ja. Dus jij blijft gewoon in het midden zitten. En teugel kort, hand voor je. En dan laat je haar jou meenemen. Goed zo. Hou je hand bij elkaar. Been. Hou je hand bij elkaar. Been. Goed zo. En dan probeer je als het lukt om daarna rechtsaf te gaan. En dan die groene mee te pakken. Laat maar lopen. Juist, en denk gewoon makkelijk rechtsaf. Je draaien. En verder. Goed zo. Ja, maar dat is... Nee, maar dat is niet erg. Maar daardoor krijg je straks wel beter stuur. Ontspannen. Denk linksaf. Braaf. Goed zo, neem je daar weer terug, controle. En dan mag je iets dichterbij blijven. En dan probeer iets eerder af te wenden nu, want hij blijft iets aan de hoekslag plakken. Links van de hals, rechts de... Juist. Goed zo, recht laten worden. En dan denk maar aan rechts. Rechtsaf. Maakt niet uit hoe die lamp... En verder. Braaf. Pak je de groene weer en dan duw je de roze er één keer achteraan. En dan ga je heel even dit allemaal laten bekomen. Zo, en denk aan je hand stil. Hand stil. Komt goed. Braaf. Rechterbenen tegen en denk rechtsaf. Braaf, rechtsaf. Oké, dan gaat het paard, die doet precies wat hij moet doen. Rechts landen en dan ga jij in één keer linksaf. Nou, heel even stappen. Komt een witte poedel de baan in. Ja, weet je wat dus grappig is? Hij is dus echt niet lui, want nu begint hij. Kom maar, Ben. Ciao. Ja. Een olle. Ja, maar dit lijkt meer op een polbeer. Maar wat je dus goed kan zien is dat je dus inderdaad op dat moment helemaal niet meer... Als je naar Ninnis rijdt, ben je helemaal niet meer bezig met welke kant je op moet. Je denkt alleen, oké, ik moet nu daar overheen. Ja, en dat, want hij is best wel braaf, dus dat kun je wel loslaten. Dus je moet echt nou een beetje gaan proberen om... dat hindernisje, dat komt vanzelf, daar springt hij overheen. En dan probeer jij goed te voelen wat er gebeurt. Zoals net moest je rechtsaf. Nou, op een gegeven moment komt hij daar beter bocht, dan landt hij rechts. Dan denk je, we gaan rechts. En dan denk je, oh nee, links. Ja, want het allerergste wat kan gebeuren is dat je dus in die tak komt. Dat heb ik ook vaak gedaan hier.
Of die boom daar is ook echt een toppetje dat ze in de hoek de tuin in duiken. Zo mooi. Voorbij gaan pakken. Ja, dus als zij niet, als jij niet aan hangt, kan zij niet aan je hangen. Ontspannen. Steun op je beugels. Juist. Prima. Doe je de roze. En dan ga je daarna dus rechtsaf. En je kijkt zelf naar boven, de boom in. Ja, dan ga je vooruit kijken. En dan ga je bovenop z'n hals liggen. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Rechtsaf. 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 Nog een keer. Groen. Handlaag. Neus een handlaag. Prima. Ontspannen. Goed zo. Oh ja, rechtsaf. Oké, even stappen. Die rechte landing lukt niet, omdat hij jou hier al rechts wegloopt. Dus hier bolt hij zich al. Ja. Dus je moet straks, als je daar de hoefslag afgaat, dan wil je in het rechtuit één keer remmen. En dan zo de bocht uit. Twee teugels. Twee teugels. Twee teugels. Rechtsaf. Oké, nog een keertje weer. Rechts en links gelijk. Handen bij elkaar. Gelijk. Braaf. En dan niet de hand op de sprong te veel naar je toe. Recht, ook je rechter teugel erbij. Rechter teugel erbij. Ook je rechter teugel erbij. Ook je rechter teugel erbij. Braaf, goed zo. Oké, ik begin deze zo. Dan maak ik het steltje straks ietsje hoger. Dat is een klein beetje wat ik moet doen. Het feit is zo, als je daar straks, ik zet het ietsje voor haar nog kleiner. Als je daar straks in komt draven, krijg je vanzelf steeds tjung, tjung, tjung. Dan kan die ook wel iets bij je weg. Ja. Kan die wel iets bij je weglopen eerst. Dat hij denkt, zoals daar. Maar als je die dan landt en hij loopt een beetje bij je weg, dan ga je gewoon rustig weer sluiten en dan ga je het bochtje om. En dit is ook voor haar wel goed om die galop een klein beetje onder controle te krijgen. Dus hij moet wel die galop gewoon af blijven maken door die grondpaaltjes. Volgens mij stond er ook nog een vraag bij, dan kun je gelijk doen hoeveel meter daartussen zat. Hier zit een kleine 3 meter tussen. Ik leg hem voor haar ietsje krapper de eerste keer, omdat ik niet weet wat hij doet. En als hij dan te groot ligt, dan gaat hij zo op een balk en dan gaan ze gauw links of rechts ernaast. En die drafbalkjes vorige keer, die ben ik begonnen op 1,20 meter zo'n beetje. Dus een stap en een voet. Ligt een beetje aan hoe groot de voet je hebt. Maar en dan opbouwend naar... Kijk, op een gegeven moment wil je hem steeds iets groter leggen. Dat hij steeds langer op één been moet blijven staan. En dat hij dan door de rug... Dus dat moet je gewoon zelf langzaamaan een beetje verrollen. En dan kom je wel uit op 1,5 meter of zo. En soms kan het ook net weer een stapje te veel zijn. Dan rol je hem weer ietsje terug. Maar dus galop ertussen gemiddeld zo 2,70-3. En dan voor de draf 1,20, 1,30 en dan probeer je. Maar ja, sommige paarden draven zo klein, begin ik op 1 meter. Dat ze eerst rustig dit kunnen doen. Moet een beetje naar je paard kijken. Maar 1,20 is dan zo'n beetje het gemiddelde. Eigenlijk ligt het op landen, afspringen, landen, afspringen, landen. Dus hij wordt een beetje door de paaltjes, gedwongen is niet het goede woord, maar wordt hij gestimuleerd om dit te doen. En anders zou hij zo uit elkaar willen galopperen. Dus hopelijk, als je dit thuis zo ook een beetje op kan bouwen en je kan dit een beetje nadoen, dan gaat die galop een beetje verbeteren en het lichaam wordt losser. Kijken, op welk moment zat dat pluisje er nog op? En ontspannen. Niks doen. Been houden. Braaf, niks doen. Been houden. Nog een keer weer en dan stuur je die laatste er ook nog even bij. Nee, dat komt goed. En draaien. Draaien. Gewoon draaien. Juist, draai dan maar linksom door, want anders leert hij het ook niet. Ja, dan draai je maar voorlangs. Vind ik ook goed. Zo, ja. En dan ga je in 2 teugels even remmen. Want hij krijgt er nu zin in. Meer dan jij. Goed zo. En weer ontspannen. Nou, dan ga je tijd beginnen met sturen. En jij probeert gewoon ontspannen te zitten. Draai in aan links. Juist. En ontspannen. Niks doen. Recht. Denk linksaf. Recht. Braaf. Blijf iets te neigen naar rechts. Precies. Dat doen. Niks doen, niks doen. Jij bent aan het springen. Je bent niet aan het praten. Zo, ja. Goed. Hij gaat elke keer remmen aan 2 teugels. Ietsje hand bovenin. Juist. Insturen en ontspannen. Denk recht. Perfect. Oké. Je denkt zelf niet helemaal meer na dan als je rijdt. Dus hier ben je die hele weg bezig en dan denk je, oh, nog weer 30 meter en dan zijn we er alweer. Gewoon proberen om een beetje te blijven rijden. Dus denken als hij met je aan de loop gaat, nee, hier blijven. En waarom die elke keer een beetje zo half gebakken over de eerste komt, is omdat hij de hele bocht naar links eigenlijk een beetje naar rechts blijft denken. Probeer straks op de korte zijde weer even 2, 3 passen iets die lichte rechte stelling erin te zetten wat we in het begin deden. Dan heb je de schouder er mooi voor en dan linksaf. En dan maak je hier een oxer van. En die gaat hij gewoon springen. Nou, daar gaat hij. Hij heeft wat geleerd. Ontspannen blijven. Alles komt vanzelf. Ontspannen. Ontspannen. En weer zitten. Ga je weer halt houden daar. 2 teugels en halt.
Maak je lang, hand ietsje omhoog, juist. En halt. Oké. Draaf je nog één keer aan, duurt nog één keertje weer. En dan is het genoeg voor vandaag. Oh, ietsje dichter bij het zadel blijven, minder naar boven. Niks doen. Blijf dichtbij. Perfect. Goed zo. Beter. Maar die bochten zitten echt, dat het mislukt, zit echt nog een beetje in jou. Omdat je bent een beetje zo van, ik haal het niet. Ja, dan leert hij het ook nooit te halen. Dan denkt hij, nou, dan gaan we nog maar een rondje. Hoppatee. Je moet dan wel soms proberen dat je zegt, nou oké, niet die hindernis springen, maar ik ga nu wel linksaf. Of zet hem stil en dan weer verder. Maar niet dat hij leert dat hij met jou zomaar de bocht uit kan lopen. Doen we nog één keertje hier en dan kunnen we voor een oefenparcoursje gaan. Daar heb ik echt zin in. Nog een keer. Ik kwam niet helemaal over. Nog een keer, want het kwam niet helemaal over. Ik heb er echt zin in. We zijn nu al wat meer toegekomen aan springen. Het viel op dat City rechtsom wat moeilijker opstart op het moment. Dus ik heb, nu met het springen hebben we daar niet te lang op doorgedaan. Omdat het is ook voor haar belangrijk dat ze natuurlijk een beetje aan het springen komt. Ze gaat nu thuis wat meer linksom eerst opstarten en dan overschakelen naar rechts. Dat ze toch rechtsom fijn kan rijden, zodat die rechterkant een beetje ontwikkelt. Daar heeft City gewoon wat meer moeite mee. We zijn nu al toegekomen aan wat losse sprongetjes. Dus ik heb dat het losse gedeelte bij steltjes gehouden, omdat ze die dan het liefst in draf aanrijdt. Want in galop moet je alweer bezig zijn met de afstand. En in draf heb je dat niet. En als laatste hebben wij dus die gymnastische lijn gedaan. Voor City is dat goed voor de galop. En zo kon ik als uitsprongetje een oxetje bouwen. En als je er dan goed in komt, dan springen ze er zo overheen. Dus dat was voor Iris ook wel fijn, dat ze dan niet op een afstand hoeft te letten. En dan kan ze een beetje het gevoel krijgen van springen. Daaraan moest ze thuis ook werken, aan die... Ja, en een beetje aan het directere sturen. Want Iris is een beetje zo van, oh, lukt niet, ja, het lukt niet. Maar ondertussen loopt hij gewoon rechtdoor. Dus als je dan op dat moment en natuurlijk niks aan doet, dan komt er ook niks. Dus ze moet wat sneller erop reageren en dan weer insturen en ook weer loslaten. Ze blijft er eigenlijk dan een beetje te lang elke keer met een klein beetje aan hangen. En dat brengt niks. Dus kan beter een keer ingrijpen en weer verder. Oké. Jij leeft nog. Kort, ik of het paard? Heel kort, maar later wel lang. Oké, het ging beter dan de vorige keer. Ik vond het heel eng, maar het ging ook wel weer goed, maar ook weer niet. Er zijn nog heel veel verbeterpunten, maar ik heb er ook al een paar verbeterd. En nu gaan we zitten even lekker op de trailer zetten met haar dekentje. Ja, krijgen wij eventjes de tour hier. Ja. Hoi jongens, het is een andere dag vandaag dan gisteren. En morgen. Ja, jullie kunnen dat misschien wel zien aan hoe wij erbij lopen. Het is echt super koud vandaag. Wij wouden nog even de video afsluiten en iets leuks met jullie delen. Ja, want toen ik met mijn kont op het paard zat, heeft Sanne met Wesley iets bedacht. We hebben namelijk super veel vragen gekregen over springen en springproblemen en waar mensen tegenaan lopen. En we hadden beloofd dat in deze video te beantwoorden, maar hebben we niet gedaan. Want, nou ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als wat we altijd met de bitten krijgen. Het is te persoonlijk. Je kunt niet één oplossing voor iedereen geven. Nee. Nou willen we wel graag alsnog jullie vragen beantwoorden, maar dan gewoon op een iets andere manier. Dus, wat hebben jullie bedacht? Wij hebben bedacht dat jullie een filmpje moeten insturen van het probleem waar je tegenaan loopt met het springen van jouw nieuwe paard. En die kun je mailen naar... het e-mailadres hier in beeld. En ik zet het ook nog even onder in de beschrijving als het je allemaal te snel ging. Het moeten niet al te lange video's zijn. We hebben liever dat je met de mail even een beetje toelicht waar je tegenaan loopt. En dat je op het beeld gewoon het probleem ziet. Dan dat het video's van 10 minuten worden. Ja, de meest voorkomende problemen, daar gaan we op in. En Wesley gaat dan aan jullie laten zien hoe je dat op kan lossen. Dus dat is eigenlijk wel Ja, dan leuk. Kan hij eventueel met zijn eigen paard laten zien of hij gaat dat uitleggen. En in die video hebben we ook een hele leuke verrassing voor jullie. Blijf zeker deze springserie in de gaten houden, want... we gaan jullie allemaal naar de top helpen. Ja, met z'n drieën. Ja. En ik hoef helemaal niks te doen. Jij gaat er ook op, en ik wacht. Maar dat was dus wat we met jullie wouden delen. En nogmaals, het e-mailadres waar je het filmpje naar toe kunt sturen staat onder in de beschrijving en hier mailt. Vergeet verder niet te liken, abonneren en op het belletje te drukken als je deze serie in de gaten wil houden. Bedankt voor het kijken. Doei.